Heel Nederland is weer in de ban geweest van de Elfstedentocht. De schaatsmarathon over een afstand van 200 kilometer langs 11 steden in Friesland. Ook toen de Tocht der Tochten niet werd gehyped door media en reclamemakers, was heel Nederland in de ban van het schaatsfestijn. Laten we even een kijkje nemen in de geschiedenis van de 200 kilometer lange tocht. Na reeds 3 maal deze winter te zijn uitgesteld, is nu toch weer de klassieke Elfstedentocht gehouden. Schaatsen was vroeger vooral een praktische bezigheid. Wie in de winter een lange afstand wilde afleggen en geen paard bezat, koos voor de schaats. Op den duur werden er weddenschappen afgesloten. Zo werd er gewed wie de 11 steden die Friesland telde op de schaats in 1 dag kon bezoeken. En zo ontstond waarschijnlijk de 11 stedentocht. Terwijl de kaarten werden afgestempeld, dronken de rijders een kop soep of een kop chocola. Maar ze hadden er eigenlijk de tijd niet voor. Van hun gezichten waren de spanning en de inspanning duidelijk af te lezen. De eerste editie was in 1909. Toen deed winnaar Minne Hoekstra er 13 uur en 50 minuten over. Hier zien we de deelnemers van toen. Hoekstra is gemarkeerd onder nummer 5 op de foto. In Dokkum komt de groep van 4, bestaande uit Zwierstra, De Groot, De Jong en Van der Bij, met 8 minuten voorsprong aan. In 1942 werd de 8e editie gehouden. Dat was de 3e Elfstedentocht tijdens bezettingstijd. Tijdens de oorlog was niet de vraag, wordt er een Elfstedentocht gehouden, maar mag de Elfstedentocht plaatsvinden? De bezetter zei toch 3 keer ja. De barste tocht ooit was die van 1963. Van de 10.000 deelnemers haalden slechts 69 de eindstreep. Het ijs was zeer slecht en het vroor bijna 20 graden. In het gedrang dat ontstond geraakte Verhoeven uit balans. Garcius kwam te vallen. Maar Jeen van den Berg, een jonge Friese onderwijzer uit Nijbeet, liet zich niet van de wijs brengen. En hij was het die onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar door de finish kwam. In totaal werden er tot nu toe 15 tochten gereden. De laatste was op 4 januari 1997. De schaatssport professionaliseerde zich enorm in die tijd. Evert van Bentum schaatste de tocht in 1985 in slechts 6 uur en 47 minuten. Dat is bijna 2 keer zo snel als de eerste winnaar van de Tocht der Tochten in 1909. Even voor het einde maakt Sietse de Groot zich van de kopgroep los en komt als eerste aan. Hij heeft de 200 kilometer afgelegd in 8 uur en 44 minuten. En verbetert daarmee ruim het record van 1933.